Hallo everybody! Uh, deze keer vanuit uh, Italië, het prachtige Como-meer. Jawel, um, jullie hadden nog iets te goed voor mij, namelijk de prijsuitreiking van het boek Hete Pepers van Jeroen Hazebroek. Uh, dat rijmt een heel klein beetje. Um, ja, de prijswinnaars, uh, namelijk een video van een paar weken terug, de Jerk Chicken. Werkte ik met mooie pepers en daar verloten ik het boek... Hete pepers onder de mensen die geabonneerd zijn en die een leuke reactie hadden geschreven, dat soort dingen. Nou, weer honderden reacties. Helemaal fantastisch. Vond ik kei leuk. Ja, en dan weet je, met zoveel reacties, dan vind ik het gaaf om iets extra's te doen. Dus weer een soort van poedelprijsje uit te reiken. Uh, ik dacht zelf aan een uh, aan T-shirt weer. hè. Dus uh, daar gaan we mee beginnen. We pakken onze random comments, weet dat ding, pakken we erbij en we laten hem lopen. Dus we beginnen met de prijswinnaar van het T-shirt: De Poedelprijs. Bam, de winnaar is Dirk van Hemelrijk met CK op het einde. Dirk zegt, hey Ralf, wat weer een verrassende bereiding. Als die kutkabouters dachten dat jij maar 0,03 vrouwen zien naar jouw kanaal, is mijn echtgenote nu genoteerd als 0,04%. Zij is niet echt op de hoogte van de high tech. Maar vindt het wel steeds leuk om stiekem mee te kijken als ik naar jouw kanaal kijk. En vindt jouw reacties enorm leuk. Nou... Moet superleuk wijf zijn, kan niet anders. Ik wil niet brutaal zijn, maar hoop uh, wel stiekem dat ik de prijs win en dat die hier in Spanje aankomt. In Spanje, kijk aan. Nou ja, we sturen hem gewoon op naar Spanje, kan verrekken. Ik kom ook graag in Spanje, als dus kom ik hem brengen. Ga mij het schelen. Um, laten we dan een t-shirt voor jouw vrouw doen, Dirk, met goede dingen erop. Wat dacht je daarvan? Um, leuk. Goed. Nu de winnaar van het boek. Daar gaat hij. We laten hem lopen. Bam, 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 En de winnaar is geworden Richard Halmans. Richard, van harte gefeliciteerd. Jij eh, krijgt eh, dit boek, um, gesigneerd door Jeroen Hazenbroek, de auteur. Uh, en Richard zegt: klinkt weer als een maken recept. En voor wat betreft dat boek, laat maar komen om te voorkomen dat ik nog eens een pepertje aanzie voor een paprika met als resultaat. Blussen met dit dagje suiker. Nou, inderdaad. Het zal je maar gebeuren. Van harte gefeliciteerd. Prijswinnaars, jullie kunnen eventjes een, een mailtje sturen naar um, ralphsgoededingen gmail.com um, voor je maten en je adresgegevens, dat soort dingen. Al die andere mensen die niks gewonnen hebben, volgende keer weer meedoen doen. Dat ook uh, super leuk vinden. Uh, ja, want ik geeft natuurlijk een hele hoop uh, leuke cadeaus weg. Um, ja, wat kan ik nog meer zeggen? Als jullie de video van vorige keer nog niet gezien hebben, ze hebben de. de de Big Green Egg Special met de hertenstiefbuk of de, de duivelse spiezen. Eventjes terugkijken, was zeker zeer, zeer de moeite waard. Uh, en natuurlijk de shotgun shells. Jawel, kijken zou ik zeggen en uh, maken. Um, ja, ik ga nog eventjes een, uh, een duik nemen uh, hier uh, in het uh, prachtige Como Meer. Ik zeg uh, tot de volgende.